Voor de oorlog was mijn vader importeur van Skoda uit Tsjechië. En dat heeft hij voortgezet na de oorlog. En dat was een merk wat, laten we zeggen, behoorlijk een productie had van de weinige fabrieken die niet waren beschadigd tijdens de oorlog. Nou, het pand aan de Houtweg was redelijk klein. En toen was natuurlijk het dichtstbijzijnde industriegebied, wat nog nauwelijks in ontwikkeling was, dat was de Binkhorst. En dat was toen een behoorlijk pand voor die tijd. En men heeft het een beetje, ja, denigerend genoemd, het praalgraf van Lauret. Men vond dat datgene wat we toen bouwden, dat voor de tijd, direct na de oorlog, dat wel een heel erg risicovol zaak was. Ja, het bedrijf nam een behoorlijke vlucht. Want mijn vader was ook al sinds de oorlog, of voor de oorlog, importeur van Saurer bussen. We waren ook importeur van Steyr Daimler Puch uit Oostenrijk. Die waren producent van Steyr tractoren, landbouwtractoren, en Steyr chassis voor vrachtwagens. Na de oorlog waren we naast Skoda waren we ook importeur van Oost-Duitse auto's. Wel hadden we het probleem dat die Oost-Duitse auto's, Wartburg, Trabant, hadden 2-takt motoren. Met name ik heb toen heel erg uitgekeken naar mogelijkheden om andere merken aan te trekken, omdat wij eigenlijk geen toekomst meer zagen in de Oost-Duitse producten. En daar zijn we in geslaagd einde jaren 60. In 1968 zijn we importeur geworden van Mazda. We hebben daar de jaren 1990, dus dat is alweer 20 jaar later, hebben we daar de grootste triomfen gevierd. Omdat we toen, in de begin jaren 90, zo'n 28.000, 29.000 Mazda's hier in Nederland verkochten. Het oorspronkelijke gebouw was, laten we zeggen, ingedeeld voor, om te beginnen bij de basis, de kelder. In die kelder was een opslagruimte voor zowel magazijn als auto's. Maar er was ook een stuk after service, namelijk smeerbruggen waren daar. Op de begane grond was gevestigd de werkplaats met de receptie en aan de achterkant het magazijn. En dan was op de eerste verdieping was ruimte gemaakt voor alle kantoren. Hè, dus de administratie, marketing, verkoop, directie enzovoort enzovoorts. En dan was er nog een verdieping en daar zaten 2 woningen voor de mensen die, laten we zeggen, met het voor onderhoud gebouw en ja, als een soort conciërge boven het pand woonde. En later is er een tweede stuk bijgekomen, dat was in 1964. En daar is gehuisvest eigenlijk het dealerbedrijf van Mazda met een kleine showroom, een mooie werkplaats en boven ook weer ruimte voor kantoren. En in 1983 is daar weer een stuk bijgekomen met ook weer kantoren. Beneden een vergroting van de showroom en daarachter een afleverhal waar de auto's voor de klanten werden klaargezet voor aflevering. Er zijn altijd tijden van progressie, dus waar zaken goed gaan. Maar er zijn ook situaties die zich voordoen waar een bedrijf weer kleiner wordt. Wij zijn in 2008 zijn wij het importschap van Mazda kwijtgeraakt. Gewoon omdat de fabriek vond dat ze dat zelf moeten gaan doen. In heel Europa overigens. Eind vorig jaar zijn wij om dezelfde reden ook het importschap van Hyundai kwijtgeraakt.
Ja, op een gegeven moment maakt een gemeente plannen. Maar dan weet je nog niet dat dat betekent dat je pand daaraan ten offer zou vallen. Gezien de periode die het nodig heeft gehad om langzaam van ons pand afscheid te nemen. Ja, en we uiteindelijk een nieuw ander kantoorgebouw hebben kunnen vinden. Heeft het uiteindelijke afscheid heel erg weggemakkelijkt. En ja, het is nu natuurlijk wat triest als je de rest ziet van het nu afgebroken pand. Dan gaan er nog wel even wat gevoelens door me heen. Maar ja, je moet doorgaan naar de toekomst. En die ziet er voor ons toch wel weer heel positief uit.